We zijn gestart met de Ondernemers Award omdat we geloven in jonge mensen, in ideeën. Mensen de kans te geven om iets te ontwikkelen. En we geloven ook dat, dat je met jeugdigheid, vernieuwing ook een slag kan maken in deze maatschappij. Ik heb me ingeschreven omdat ik een passie heb voor ondernemen. Vooral omdat ik graag bezig ben met wat zijn strategieën, wat zijn business models. Hoe richt je nou een succesvolle organisatie op? Ik zag dit als een uitgelezen kans om aan mee te doen, om heel wat te leren en lekker te netwerken en te kijken waar ik naartoe kan groeien als persoon. Heel leuk. Echt een ontzettend gave kans. Je leert enorm veel. Het is heel spannend ook, maar ja, daardoor leer je gewoon enorm veel. Ik heb mijn verhaal wel goed kunnen doen. Ik heb kunnen vertellen wat ik wilde. En het is, ik hoop nu dat ik uiteraard door ben. Het ging best wel goed. Het is, tussendoor kregen we best wel wat vragen. We hadden eigenlijk gehoopt dat het aan het eind was. Maar we konden ze eigenlijk wel goed verantwoorden ook. We hebben vanavond hier de EW Saxion Award te vergeven. Dit is alweer de zesde editie die we hier hebben. En het belooft een hele spannende avond te worden. De prijzen die vanavond vergeven zijn, zijn de eerste prijs. Dat is een prijs van €5.000 en een jaar lang begeleiding door mensen van EW Facility Services of door mijzelf. En een stimuleringsprijs van €2.500 waarbij ook een stuk begeleiding wordt gegeven aan de prijswinnaar. Als ondernemer heb je eigenlijk maar één doel en dat is is je bedrijf bouwen. En je bedrijf, dat is gebaseerd op mensen, op goede mensen aannemen en samen met een team mensen je bedrijf neerzetten. Goedenavond. Wauw, wat super dat jullie hier met zoveel mensen zijn. Dit is het verhaal van het creëren van ecologische impact en ook het verhaal van de mensen. U bepaalt zo wat, waar, wanneer en met wie u dat. Ik bied bedrijven de mogelijkheid om zichzelf op een unieke manier online te kunnen profileren. Toen ben ik een middag gaan zitten om het allervetste cv ooit te maken. Kent u dat gevoel? U heeft een kledingstuk in uw hoofd zitten en u weet precies wat u wilt hebben. Een peer-georiënteerde deelcollectie van boeken, namelijk Shell. De heren van Tipsy. En die gaat naar Swap. We zijn super blij en we hebben hier natuurlijk naartoe geleefd en we zijn gewoon super trots. Wat voor mij toch echt het meest bezig gebleven is, het ondernemen is echt upcoming. Je ziet echt gewoon hele jonge gasten nog in studentenleven, dat die gewoon echt ook willen ondernemen. Nou, het geld gaan we in elk geval gebruiken voor de marketing en daarnaast proberen we zoveel mogelijk gebruikers te werven en zoveel mogelijk mensen te bereiken met onze app. En goed, kan er maar één winnen.
En dat is geworden Find Taylor. Positief overdonderd, een beetje in een roes nog en super blij. Ik heb het stil kunnen maken omdat ik een heel specifiek met Find Taylor eigenlijk iedereen kan aanspreken, omdat we allemaal kleding dragen en iedereen kan zich wel herkennen in de situatie. En iedereen heeft allemaal wel één situatie gehad waarin Find Taylor van toepassing was en ik denk dat ik daarin het verschil heb kunnen maken. Ze lagen heel erg dicht bij elkaar, waren beide van hoge kwaliteit. Maar uiteindelijk moet er één winnen en wij vonden de kwaliteit van de ondernemer zelf, dus in dit geval de ondernemer van Find Taylor, vonden wij doorslaggevende uit. De grootste uitdaging voor het aankomende jaar is Find Taylor meer landelijke bekendheid geven, alle kennis van Erik Wenting op me nemen en dat toepassen op Find Taylor en de ambacht, de kledingmaakindustrie in Nederland een hele grote boost geven.